What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're jumping in the next one on our Javier Guzman journey. Por Dios, on the Voice of Holland. It's not so weird. Spanish title, Voice of Holland. Let's jump in. Let's check it out together. Let's go. See what we got. If you enjoy it, get on the show. Wings of Freedom, all the love in the world. Shout out to Natasha for the love. I appreciate the request. Let's go. Okay, this is good. There's some people in the audience that have no idea what he's talking about. A mí me encanta, Breda. Me encanta estar aquí, actuar para ustedes. A mí me encanta, Breda. La gente, la arquitectura. St. Joe's Capel. Spaniardschat. Oh, qué bien. El Turfship. Pero bueno, tengo un montón de ganas para actuar para ustedes y me llamo Javier Guzmán y el programa se llama Por Dios y eso pues, puede decir como Por Dios, pero también Por Dios. Breda, ¿qué pasa? No sabía que el programa era en español. ¿No sabías? No. Coño. Es totalmente en español. 2 horas. 2 hours. No, listen, I can understand parts of what he's saying. Obviously, I took Spanish in high school, things like that. But there's a lot of people that are sitting there right now in that audience looking at him like, are you sure you came to the right place? Like, there's some people that have no idea what he's trying to say. I know it, and I can see the dumbfounded looks in my mind. Yo tengo ganas. Ayer estaba en un restaurante y me voy al baño y espera. Y ahí viene el caballero que nos estaba ayudando y estaba haciendo caca y sin limpiar las manos vuelve al restaurante. He said something about a bathroom. Ik vind het nu al niet meer leuk. Ik vind het jammer. Ik dacht de Spaans, vierde wereldtaal, 400 miljoen mensen die het spreken. Doe ik 1 Europa. Ik denk, ga ervoor. Maar jammer. Nee, dan doe ik het wel in Nederland. Dat is ook leuk. Ik kan het dan spreken, want ik kom er vandaan. Ik ben geboren in Las Palmas, Gran Canaria. En toen ik 7 was, zijn we naar Nederland verhuisd. Ik kan ook zeggen geëmigreerd. Ik kan zelfs hard maken dat ze zijn gevlucht. Maar dat klinkt meteen zo dramatisch. Want waarom zou je vluchten uit zo'n prachtig oord als Gran Canaria? It does niet sound vanwege a little de Nederlandse toeristen. Je hebt het daar helemaal verziekt. Maar goed, nee, dat was niet de reden. Mijn opa was een van de generaals van Franco. Ken je Franco nog? Geweldige gast. En mijn opa was een van zijn generaals. En na de echtscheiding van mijn ouders voelde hij natuurlijk al aan dat mijn moeder misschien terug zou gaan naar Nederland. Want die is gewoon nog geboren in Eindhoven. En die nam haar heel even apart. En toen zei hij, je denkt toch niet dat jij ooit met mijn kleinkinderen dit eiland afkomt? Je zou het nu zien als een bedreiging. It kind of sounds like a threat. Sounds a little threatening. Maar ja, die man had echt heel veel macht op het eiland. Dus mijn moeder nam dat heel serieus. Dus wij zijn echt in het holst van de nacht met valse papieren onder valse voorwenselen. Zijn we er dus uitgesneakt. Het was geloof ik 4:30. Mijn moeder maakte me wakker, gebeer. Wakker worden, lieverd, wakker worden. En mijn broertje ook, Emilio, wakker worden, schat, wakker worden. En ik zag meteen aan het gezicht dat het ernstig was. Dus ik deed voor de verandering wat me gevraagd werd. En ik kleedde me aan en ik kleedde mijn broertje aan. En zaten we aan de ontbijttafel. Heel hoopvol. Kijken wat er nu gaat gebeuren. En het stomme is, ik weet er dus niets meer van. Dat is blijkbaar te heftig geweest. Ik kon niet eens verwerken. Ik weet nog alleen maar 1 scène. Dat we zaten net in het vliegtuig. De deuren waren nog open. En toen werden onze namen omgeroepen. En toen ontstond er een beetje een rare situatie. Want mijn broer en ik hadden zoiets van, mama, zeg nou, dat zijn wij. Mama. Maar mijn moeder, ik heb mijn moeder nog nooit zo gezien schrikken. Dat was echt, die werd lijkbleek, die begon te zweten. En die kon echt alleen maar apathisch voor zich uitkijken. Die dacht, het is gewoon voorbij, we hebben het geprobeerd, het is niet gelukt. En zo erg was het niet, we vlogen niet met Transavia. Ze was niet bang dat we er halverwege uit. Dat was het niet. Nee, dat was het niet. Maar ze dacht, opa, die heeft ze ingeseind en ze komen ons nu halen. Dus mijn moeder, die durfde pas na 2 uur, toen het vliegtuig al lang en breed boven de oceaan zweefde,
de hand op te steken en zeggen, we zitten hier. En wat bleek, we mochten business class zitten. Dat is echt, ja. En dan denk je natuurlijk, ja, je gaat van het ene fantastische land naar het andere fantastische land. En je mag fijn gaan integreren en gaan assimileren. Je mag zelfs de dingen combineren van beide culturen. Tot je erachter komt, dat pijl je met een kuiltje voor de jus. Het is niet te vreten. Het is echt heel smerig. Maar mijn verhaal is dat ik ben verhuisd van Las Palmas, Gran Canaria, naar Oude Kerk aan de IJssel. Ik kan niet anders zeggen. Ja, ik moet je even uitleggen wat de Oude Kerk aan de IJssel is. Dat is zeg maar een zwarte kousenkerk, gemeente. Ik vind een betere benaming hardcore gelovigen. Nee, ik moet het nog beter uitleggen. Het is heel klein en heel gelovig. Dus als je dan verkeering krijgt met iemand in het dorp, moet je thuis toch gaan vragen of het geen familie is. Dat is een beetje... Ja, niet dat het erg is daar dat je je familie neukt, dat is allemaal prima. Maar dan schrik je niet zo op de familiedag. Dat is een beetje de gedachte, ja. Ja, maar het is toch maar helemaal wat je gelooft en niet benoemd. Ik bedoel, ze hebben ooit in de top 7 gestaan van incestdorp in Nederland. Top 7! En dan wordt daar volledig ontkend. Incest bestaat daar niet. Dat noemen ze daar naaste liefde. Ja, ik bedoel, dan houdt de discussie op, hè. En mijn broer en ik waren de eerste allochtonen in Oude Kerk aan de IJssel. Wij waren echt een bezienswaardigheid. Mensen wisten niet eens hoe ze ermee om moesten gaan. Ze wisten niet eens hoe ze moesten discrimineren. Ze wisten het niet. Ze hebben zich ontzettend snel aangepast. Daar gaat het they learn. Maar mijn moeder zei toen al tegen me, Gabriel, ga nou die dingen doen die zij ook doen. Want dan val je niet op. Dus ja, het klinkt misschien raar bij je daar, maar ik ben als een debiel gaan fietsen. Ik kon nog niet fietsen. Nou, ik wil niet pochen, maar ik kon binnen 2 maanden fietsen, jongen. Motherfucker. Mocht ik weer niet oefenen op zondag. Want dan heet het arbeid. Dat je denkt, arbeid? Ik ga niet voor de gele trui. Ik wil naar huis. Maar dat pikte die oude kerkers dan niet. Want dan begonnen ze als kleine Palestijntjes begonnen ze stenen naar je te gooien. Dus geen grap is er gebeurd. Ik kwam er al heel vroeg achter dat moslims en christenen ontzettend veel op elkaar lijken. Dat is echt, het zijn net mensen. Dat is echt... They're just like human. Ik had één vriendje op de basisschool. Dat was ook zo erg. De eerste keer naar de basisschool. Ik sprak geen woord Nederlands. Mijn moeder probeerde me nog een beetje gerust te stellen. Door te zeggen, lieverd, de juf kan Spaans. Dus daar kan je gewoon mee praten, lieverd. Niks aan de hand. Ik dacht, oh, godzijdank, er zit me eindelijk iets mee. Dus ik kwam naar binnen. Hola, kom eens thuis. Hoor, nou, just a bit. Wat bleek, die trut die was 2 keer in haar leven in Benidorm geweest. En ik wilde helemaal geen cerveza. Toen nog niet. Dus ik had er geen zak aan. Echt niet. En je hoort mij niet zeiken tegenwoordig, mag heel blij zijn als je in Nederlands praat. Maar toch, het was voor mij moeilijk. Ik had 1 vriendje op de basisschool, die heette Sander. En door Sander kwam ik erachter dat we niet alleen de enige allochtonen waren, maar ook de enige met een bijstandsuitkering. Net die combi als enige in het dorp. En ik kwam daarachter toen ik bij hem Monopoly aan het spelen was. En dat was mijn Monopoly set, was ik nogal trots op. Dat had ik gekregen van mijn vader. En daar had hij nog als kind meegespeeld. Was ja, eigenlijk een setje uit de Franco-tijd. Net even anders. Je had geen kalverstraat, maar op iedere hoek stond, ga naar de gevangenis. Dat was echt geweldig. En we waren dat aan het spelen. En ineens vraagt Sander aan zijn moeder, mama, wat is een uitkering? En die moeder negeert Sander volledig. Kijkt mij strak aan en zegt, het is dat je iedere maand naar het gemeentehuis gaat, je handje ophoudt, heel zielig kijkt en dan vraagt om geld, omdat je het verdomd om ervoor te werken. Dat ben jij. Ik was 8 en ik janken, jongen. Ik dacht, mijn moeder, mama, is het maar dat jij hier bent? You can't be talking to no 8-year-old like that. Natuurlijk niet, lieve schat. Er wordt automatisch overgemaakt. Daar is mama helemaal geen tijd voor, joh. Terwijl mijn moeder heeft 7 jaar een uitkering gehad. Dat deed ze voor mijn broer en mij. Om gewoon ons een goede jeugd te geven. Om er te zijn als we uit school kwamen. En na 7 jaar kreeg ze werk. En dat was feest bij ons thuis. Mijn moeder kocht nieuwe schoenen. En mijn broer en ik mochten gaan bepalen wat we die avond zouden eten. En het zou echt een feestmaaltijd worden. En mijn broer en ik die duwen die car aan. En het ene lekkere naar het andere ging erin. En ik zal nooit vergeten. We komen daar bij die plaatselijke Van Soest bij zijn kassa. Zo'n vatsige man. En die keek zo naar die car. Toen naar mijn moeder. Er is zo, is de kinderbijslag weer binnen. En ik heb mijn moeder zelden zien huilen. Maar toen begon mijn moeder keihard te huilen. Oeh. Midden in de supermarkt. En ik natuurlijk toen al sneller denken. Ik begon meteen die car leeg te trekken. Ja, ik snapte dan weliswaar niet wat kinderbijslag was. Maar ik dacht, dat is wel mijn geld. Daar gaan wij geen boodschappen van doen natuurlijk, hè. Aastelijke Henkie.
Maar goed, ik wil niet doen alsof het alleen maar kommer en kwel was in Oude Kerk. Er waren ook eens wel leuke dingen. Even kijken. Nou, Sander gaf een keer een feestje. Dat was echt, daar keken we als klas 4 maanden naar uit. Iedereen was uitgenodigd. En het was een barbecue en een slaaffeest. En ik maakte me wel een beetje zorgen, want het jongetje wat mij het meest pestte, Marcel, zou ook komen. Maar ik dacht, als ik die nou gewoon negeer, gewoon doe alsof ik er niet ben, dan laat hij me met rust. Smart thing, yeah. Dus ik was mijn spullen aan het uitpakken, dus teddybeer, pyjama. En ik kijk zo vanuit mijn rechterooghoek, zie ik dat Marcel was met de barbecue aan het spelen. Ik denk, nou prima, lekker laten gaan, ik ben er niet. Dus... En ik verder uitpakken, kussen, deken, slaapzak. En ik hoor gegil, ik kijk, staat hij in de fik? Hij stond in een fik. Ik wil niet heel lullig doen, maar ik vind het een beetje een matte reactie. Dit was het eerste moment dat ik dacht, God bestaat wel. Dat was echt mijn moment. Ik dacht, dit is wat ze volgens mij rechtvaardigheid noemen. Het stond hem ook goed. Ik zo, wat mooi. Maar daarna natuurlijk meteen een blinde paniek van, ik moet iets doen. Dus ik denk, weet je wat, ik pak die deken. Dan kan ik hem afdekken met die deken. Zeg, Marcel, kom hier. En Marcel komt keihard op me af. En ik denk, oh fuck, ik ben Spaans, dus hulle. Oh, nou, zoiets is een half uur leuk en dan gaat het echt vervelen. Dat is echt waar. Op een gegeven moment heb ik die deken over me heen gelegd, hoor. Polyester, ik denk, dat kan ik helemaal geen kwaad. No, it should be okay. No. Nou, ik wil niet doen alsof ik alleen maar trauma's heb opgelopen in Oude Kerk. Zo erg was het niet. Nou, misschien het enige trauma wat ik heb opgelopen was dat ik de laatste in de klas was die nog in Sinterklaas geloofde. Ik kom zelf uit Spanje! Ik had het kunnen weten! Ik heb een keer Spaans gepraat met Sinterklaas en iemand. Ik praat geen Arabisch, lieve jongen. Ik had het kunnen weten! Ik heb me een keer voorgesteld, hoi, ik ben Gabriel Guzman. Zei hij, hey, Gavier Guzman. Ik hoor dat jij uit Spanje komt. Ik zei, ik hoor dat jij er nog nooit geweest bent. Waarom ben ik dit allemaal aan het vertellen? Dit slaat nergens op. Dit is mijn 4e programma. Dit had ik al lang verteld moeten hebben. Maar ja, weet je, toen ik mijn eerste programma maakte, het programma waarmee je je voorstelt, dacht ik, ja, dan kan ik wel helemaal ophangen aan het Spaans zijn, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga niet een soort eeuwige allochtoon spelen. Dus ik dacht, het is ook niet zo belangrijk waar ik ben geboren. Wist ik veel dat we 10 jaar later nog steeds over integratie zouden hebben? Dat wist ik niet! Dus hier dan ook maar mijn grote coming out. Ik ben allochtoon. Nee, ik zou niet weten waarom je daarvoor klapt. Ik ben ooit in een vliegtuig gestapt en ben weer uitgestapt. Dat is het enige wat ik heb gedaan. Maar ik heb me wel aangepast. Ik bedoel, ik ben wel echt geïntegreerd. Ik ben geassimileerd. En mag ik nou gewoon even aan jou vragen? Wat heb jij gedaan voor mij in die 25 jaar dat ik hier woon? Je kan mijn voornaam nog steeds niet uitspreken. Ik vind het knap dat je het hebt gevonden vanavond, echt waar? We mispronounced it. En op het moment dat ik dan denk, laat die voornaam nou maar gewoon zitten, want dan gaat ze nooit lukken, heb ik nog altijd een achternaam die behoorlijk catchy klinkt. Guzman. En op het moment dat ik denk dat het een beetje begint door te dringen, komt een of ander lulletje rozenwater bij Feyenoord voetballen. En die noemt zichzelf de Guzman. Flikker toch op, jongen! Ik was hier eerst. Nou, moet ik wel rustig worden. Programmatitel. Laat ik dat dan maar meteen... Por Dios. Letterlijk vertaald is het voor God. Por voor Dios God. Maar de goede vertaling is in Gods naam. En in Gods naam kan je het natuurlijk op meerdere manieren zeggen. Je kan zeggen, Henk, doe dat nou eens niet in Gods naam. Maar Henk kan ook iets in Gods naam doen. Nou, die tweede Henk vind ik een stuk enger. Ja. Dat zijn de enge Henken. Weet je, en God is natuurlijk volledig inwisselbaar. Hè? Ik had het ook por Allah kunnen noemen. Of por Shiva. Of por de economie. Por Job Cohen. Weet ik veel. Als je maar ergens in gelooft. Maar ik vond God, vond ik wel weer... Het is de laatste tijd nog veel in het nieuws. God. Dat vond ik actueel. Daarbij, ik ben overtuigd atheïst. Daarom vond ik het extra leuk. Overtuigd atheïst. Of agnost, dat moet ik nog even opzoeken. Maar wel overtuigd. Nee, Breda, laat ik het ook even hier zeggen. Ik geloof niet in God. Ik geloof wel in Allah. Maar dat heet angst. Dat is iets anders. Dat...
Allah is echt zo'n peer. Daar is er niks op tegen. Echt. Nee, kijk, maar ik heb wel altijd een fascinatie gehad voor alles wat met God te maken had. You gotta love a comedian that's not afraid to just get out there and say shit. That's gonna make you upset. That's gonna make you laugh. That's gonna make certain people feel less than other people. Like, you have to take the punches. You gotta get someone that does it a little dark. He's definitely got a little darkness, but he also mixes it with like real life events. Dat was eigenlijk al vanaf mijn tiende, want op mijn tiende overleed mijn oma. En dat was de eerste keer dat ik met de dood te maken kreeg, anders dan een goudvis die er gewoon door de play heen spoelt. Ja, maar oma past er dan niet en is het ineens een ding, weet je wel. En toen, de avond voor de begrafenis van mijn oma, vroeg ik aan mijn moeder, mama, wat is de dood? En zei mijn moeder, dat is dat je gaat slapen en nooit meer wakker wordt. Toen deed ze het licht uit en zei welterusten. En... Zie? Ja, dat heeft altijd wel indruk gemaakt. Dat is, Daarbij, het is zo mooi. Kijk, ik krijg jou in anderhalf uur niet bekeerd tot het atheïsme. Jij mij niet tot een godsdienst, want we weten het allebei niet. Dat is fijn dat we het gewoon niet weten. Iedereen heeft er zijn eigen voorstelling bij. Very God, true. De hemel, de hel. Ik bedoel, iedereen wil naar de hemel. Nou, mij niet gezien. Daar zitten alleen maar mensen zonder zonde. De enige mensen die ik ken zonder zonde zijn baby's. Dus ik denk dat de hemel een soort crash is. De hel dus. Ik ga daar niet heen. Ik ga daar niet heen. Hey, it makes sense though. That makes a lot of sense. Absolutely love this man. Get over and show all the love in the world. Go show Wings of Freedom the love for the subtitles. I appreciate it. Yeah, at first we were just as confused as everybody else in the stadium. Like, we could pick up a word here or there, but I was wondering what the hell he was doing. I was wondering what was going on with the first part. But that was all part of his little trick. I don't know. He always doubles back on things. You have no idea where the story's going to end up. But it always tucks back on itself. It always has a little bit of dark humor in there. It always has a little bit of maybe a little on the line humor in there that might piss some people off. Maybe that's why some people don't like him, but we love him over here. Smash the like button if you liked it, the dislike button, but it won't believe you. Get over show Wings of Freedom, all the love in the world. Until the next one, you guys be happy, healthy, safe, and let me see the moon back. Peace.